Mijn naam is Boudewijn Vlegels. Ik ben voorzitter van maatschappij Linkerscheldeoever. En ik neem u graag even mee op een tocht door de Waaslandhaven. Naar enkele boeiende en fascinerende plekken die perfect illustreren wat MLSO allemaal onderneemt. Laten we starten bij het Logistiek Park Waasland, waarvoor ondertussen meer aanvragen zijn dan beschikbare terreinen. De gehele Waaslandhaven doet het trouwens goed. De directe tewerkstelling steeg met 4,1% en de haventraffiekcijfers stegen zelfs met 7%. Zo blijft de haven een belangrijke economische motor en het kloppend hart in deze regio. Op het vlak van duurzaamheid speelde MLSO een belangrijke voortrekkersrol. Met de verschillende windturbines van Wind aan de Stroom en het Ecluse stoomnetwerk als voornaamste voorbeelden. Zo geven wij graag alle aandacht aan duurzame oplossingen en innovaties in de verdere ontwikkeling van de haven. Een betere mobiliteit blijft een van de grootste uitdagingen. De pendelbus Haven van Antwerpen doet het goed. Maar we houden een vinger aan de pols voor een betere ontsluiting en bereikbaarheid van de Waaslandhaven. De Oosterweelwerken, die ondertussen starten, vormen een belangrijke eerste stap. MLSO werkt ook actief mee aan het onderhoud en de opvolging van allerlei prachtige natuurgebieden. Ook de herbestemming van Fort Sint-Marie werd opgestart. Onze participatie in de ontwikkeling van de Prospecite, met onder andere de renovatie van de Maalderij en de inrichting van de infoket in Prosperpolder, draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de haven van Antwerpen. Net zoals onze participatie in de eerste havenlandklassen afgelopen najaar. U merkt het. Er bewoog heel wat in de Waaslandhaven het afgelopen jaar. En ik ben alvast heel enthousiast over wat MLSO realiseerde. Ontdek het volledige verhaal in de verschillende onderdelen van het jaarverslag en hopelijk deelt ook u mijn enthousiasme. Dank aan alle bedrijven en hun medewerkers. Door jullie dagelijks inzet konden wij deze uitstekende resultaten bereiken.